dit. Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we toch aflevering 1 of 2 videofilmpjes maken. Maar we gaan vandaag wat netjes doen. En we gaan eerst kijken of dat we nog wat schulden kunnen afbetalen. We gaan kijken. Zet hem eens kijken of alles hoe staat gameplay. Dan kunnen we van daaruit meer binnen doen. We gaan een klein beetje sparen, dan kunnen we Goldie ook uitbreiden of upgraden. Kijk, een dubbele trailer, oké. Ja, we zijn nu voor een budget aan het doen voor 15.000 en zoveel. De meeste tijd wat dat er ook in zit, bij dat er veel tijd van afgaat, is de ferry zo, want dan ja, ik vind het, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar het belangrijkste is dat we alles goed op tijd afleveren. Ik ben super jullie dankbaar voor de 171 abonnees, dus we gaan nog op naar de 200. Wij gaan er gewoon nu hard voor genieten. Zo. Dat is geen maatje dat nog niet heb gedaan hier. Dat is
Echt wel zo dat het een schuld van meer iets meer speling hebben. Zodanig dat we in de volgende aflevering toch kunnen onze vrachtwagen upgraden. Want dat is wel belangrijk voor ons. Bijna 16.000 euro te verdienen. Dus daar ben ik toch wel bezig. Ik denk dat we een mooi budget gaan hebben van bijna 25.000 euro. Maar dat houdt ons niet tegen. Maar we gaan kijken of dat we nog verdere upgrades kunnen doen. Ook voor Goldie. Als jullie tips hebben van, ik zeg niet maar iets, van uitbreiding en zo, laat het gewoon weten in de reactie.
Wat ik eerst ga doen, mensen, is wel een keer wat meer licht. Nu zien jullie mij beter. Sorry mensen, slechte nacht gehad in mijn rug, maar mensen, daar houden ons niet in om een video op te nemen. Dus, je cruise.
Ja, straks waar je zegt, dan krijg je weer aan elkaar vrij veel last van droogheid. Baantjes, hè? Thank you.
Je moet wel weten wat hij wilde. En pinkerstoel aan. Langere rettenhaven worden nog langer, dus eigenlijk in twee delen moeten doen, want eigenlijk zien we wat er beginnen en wat er eindigen. Het is wel lekker rijden, dat wel. Het is nog ongeveer 16 minuten. En dat gaat kloppen met het uur dat we gaan toekomen.
Isso. Jullie hebben gezien, ik heb gekeken, hè. Maar maakt niet uit, mensen. Komt goed, komt goed. Oh, kut. Oh, wat is dat met mij vandaag? Dat is de meest slechte rit, de meest slechte nacht dat ik er nu al ooit heb gehad op Eurotrux. En we rijden mooi door. Ondanks dat we al 10% schade hebben. En we gaan eerst kijken. Tanken. Je moet wel weten wat je gaat doen.
nog 200 kilometer. Ja, sorry mensen, ik moet een keer uittrekken.
Helemaal. Woe. Sorry mensen. Zo relaxed reden. Tot nu toe loopt het nog allemaal goed. Buiten dat je straks zoals de ene moet naar de ander. Dus ik ga niet te luid roepen.
Heel veel waar kom heen één keer. Lupla, daar gaan we. Ik had nog gezegd en voorlopig. Maar het is echt een pechdag vandaag. Op locatie, mensen. Ik weet niet wat er aan de hand is met mij vandaag. En we komen toe op locatie. Dus mensen, merci om te kijken. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. We hadden vandaag een beetje een pechdagje, maar we zijn weer ondertussen in level 12. En dat wil zeggen dat we weer verdiend. We gaan deze bijtrekken. We hebben in totaal nu verdiend. Shot of lost. En wij hebben nu een budget van 26.708 euro. Dus mensen, voor vandaag gaan we stoppen. Vergeet sowieso niet te abonneren en te liken. Vergeet mensen ook niet te volgen op Twitch. Op Jumbo Vlogs. En we gaan er nu... Nu ga ik op mijn max kunnen nog een beetje rusten. Dus mensen, merci. En bis dan.